Soms zijn we genoodzaakt in de meervalvisserij van een voorslag te gebruiken. Dat is niet altijd nodig, maar als we het nodig hebben, hebben we natuurlijk ook een goede knoop nodig. Zo heb je dat voor nodig. Je hebt je hoofdlijn nodig en een voorslag. Ik pak hier nu twee verschillende soorten kleuren, dan zie je beter hoe dat de knoop gemaakt wordt. Het is een heel simpele knoop. Je pakt de twee stukken samen en je legt daar gewoon een overhandse knoop in. Voilà, dan heb je dit. Dan maken we gewoon één simpele lus. Voilà, die trekken we een beetje open. Dus de knoop hangt nu aan de onderzijde. Wat gaan we dan doen? Aan de bovenzijde pakken we de groene vast. En die gaan we rond de bovenste oranje wikkelen. 7 keren. 3, 4, 5, 6, 7. Nu heb je altijd aan de bovenkant zo'n lusje waar je die wikkeling mee doet. Dus hier gaat je ronddraaien. Wat gaat je nu doen? Dan gaat je deze knoop langs onder er terug naar boven doorsteken. Voilà, dat je dit hebt. En nu gaat je stilletjes aan de beide koorden aantrekken. Je bevochtigt die een beetje. Voilà. En dan gaat je dit krijgen. Dan gaat je een hele strakke knoop krijgen. Voilà. Dan gaan we die eraf knippen. En wat ik dan altijd doe, is met... Dus nu heb je dan nog zo'n klein stukje aanhangen. Dan pak je een aansteker. En je brandt dat laatste stukje stilletjes weg. Dan gaat dat ook een beetje dikker worden. En nu heb je een super strakke knoop, een stevige knoop. Ik ga dat van zijn leven niet loskrijgen. Dus ik hoop dat je weer iets bijgeleerd hebt. Veel succes ermee!